Deze kaart gaan we vandaag maken. Goedendag, we gaan vandaag weer een kaartje maken. Maar dit keer ga ik een kerstkaart maken. Ik ben er vroeg bij. Maar dat is niet erg. Ik heb alles al uitgeprint en gesneden. En dan gaan we een kaartje maken ermee. Ik heb hier een vierkant kaart die al gesneden is. En ik heb een tag. En ik heb een plaatje van een hulst. Wat gaan we doen? Ik ga eerst een stukje draad pakken. Die gaan we dubbel doen. En die draad halen we door de tag heen. Zo. Ik knip er nog een stukje vanaf. Wat ik nu ga doen is hierachter een tapeje op plakken. En hier gaan we nog een tapeje op plakken. Zo, en dan haal ik hem weg. Zo. Pak ik even mijn lijm. Ik doe het met textiellijm. Echt beter, vind ik. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Pak ik de kaart. En dan leg ik dit er precies op waar die moet. Zo. Dan gaan we deze met foamtapejes plakken. Zo. Zo, nu halen we al die spulletjes er vanaf. Beschermlaagje van het tape af.
Zo. Zo, ze zijn er allemaal af. Dan gaan we de kaart weer pakken. En dan gaan we hem erop leggen. En dan ga ik hem omdraaien. Dan ga ik hem tapen. Je kan het op twee manieren doen. Deze kaart. De ene manier is met dubbelzijdig tape. Of ja, met dubbelzijdig tape. Of met een stukje foam tape kunnen we dat doen. Of met deze 3D tape. Ik doe het met 3D tape. Kleine stukjes. Die wol heb ik niet meer nodig. Ik kan hem opzij leggen. Zo. Ga ik hem even opplakken aan de bovenkant. Ik heb een klein stukje te veel, dus er gaat er een stukje vanaf. Nog een stukje. Zo. Nou, die moet nog een stuk eraf. Zo. Pakken we hem weer. Nou, hij is bijna op. Dan pakken we even een nieuwe. En deze gaan we ook even door midden knippen. Als je klaar bent, wel even heel goed je schaar schoonmaken, want er blijft allemaal plakken lijmresten eraan zitten. Kijk maar. Als je het kan zien. Zo, en nou gaan we deze even plakken. Zo. Zo. Nou pak ik even de dubbele kaart. Die gaan we even netjes vouwen. Ik heb deze ook al net uitgesneden. Even mijn rilpen. Maar ik heb geen rilpen. Dat kan je ook met het pasje doen. En nu ga ik de achterkantjes loshalen. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Want anders blijft alles erop zitten. Is ook niet de bedoeling. Nou, ze zijn er allemaal af. Gaan we kijken hoe die kaart zit. Want hij moet wel op de goede kant gedaan worden.
Zo. En dit is de kaart geworden.